Goedemorgen Benny. Goedemorgen. Jij hebt een aantal jaar geleden een lintje mogen ontvangen. Ja, 2014. En sindsdien is het min of meer je plicht om hierbij aanwezig te zijn. Of het een plicht is, maar het is wel, ik vind het wel belangrijk om erbij aanwezig te zijn. Ja. En waarom vind je het belangrijk? Nou, het is toch wel, je wordt geëerd, je krijgt een koninklijke onderscheiding. En dan bij zoiets, dan iets officieels, vind ik, dan moet je daarbij aanwezig zijn. Ja, dus je doet het elk jaar? Ik probeer het elk jaar. Nou heb je natuurlijk het lintje gekregen voor je jarenlange inzet, onder andere in Dorpsbelang Steenwijk en Wold. Ja, dat klopt. Dorpsbelang Steenwijk en Wold, rommelmarkt en noem maar op, vrijwillige werk. Maar ondertussen ben je eigenlijk druk met hele andere dingen. Ja, er is nog iets bijgekomen. Ja, de raad. Het is de raad, ja, dat klopt. Ja. Je zit er nu een paar weken in. Hoe bevalt dat? Ik moet zeggen, het bevalt goed. Het is voor mij allemaal nieuw natuurlijk. Het is de andere kant van de medaille als het ware. Hè. Het is niet meer alleen voor Steenwijk en Wold, maar het is nu voor Steenwijk en Land breed. En ik vind het heel interessant en een hele grote uitdaging. Ja, en waar zit vooral de uitdaging in? Nou ja, gewoon al het nieuwe wat je tegenkomt, zeg maar. Het gemeente breed gaan kijken. Ook kijken van, kan het via van de gemeente uit? En het is een hele andere manier van denken en werken. Ja, is er een bepaalde portefeuille waar jij je de komende 4 jaar hard voor gaat inzetten? Nou, dat hebben wij nog niet helemaal afgesproken. Dat pas wordt dat maandagavond bekend. Dus ik kan het nog niet zeggen. Dan komen we binnenkort bij je terug. Helemaal goed, joh. Ik wens je een fijne Koningsdag. Dankjewel, jullie ook, hè.